En de regering moet de kwestie van vrijstellingen bij het importeren van gebruiksgoederen goed bekijken. Dit zei VHP-parlementariër Mahinder Kumar Jogi gisteren in de Nationale Assemblée. Als voorbeeld haalde hij aan dat een boer die een tweedehandse tractor koopt voor 15.000 euro, met alle vrachtkosten komt op 20.000 euro. En die man moet nog 21% aan u betalen. Betaal die man 4.000 euro aan u. Dat is 80.000 SRD, minister. U maakt een babbeltje met uw buurman. Toch? Dat is 80.000 SRD, sorry. En die 80.000 SRD, kan die boer die ploetert in die modder? Gaat u kijken, regering. Gaat u nu kijken wat de situatie is van de polders en Nikeri. Mensen hosselen om naar hun kostgrond te komen, naar hun areaal te komen. Letterlijk de mais fascina toko. En ze trekken de ene trek de andere. Daar zat een tractor vast. En toch zijn de mensen gemotiveerd om te werken. Toch? Moeten wij als land deze mensen zo laten? Of moeten we ook voor deze mensen voorzieningen treffen? En die voorzieningen zijn in die wet opgenomen. Het gaat om een beschikking van een minister van Financiën die gemaakt moet worden. Het gaat om investeringen en incentives die genoemd zijn in die investeringswet. Laten we gaan kijken naar de producenten en laten we die mensen ondersteunen. NDP-parlementariër Stefan Sang pleitte vooral voor de Suriname Electronic Single Window, SESW. Het gaat om een systeem dat de importen en exporten overzichtelijk en transparant in kaart moet brengen. Alle transacties, bills of lading, export- en importdocumenten moeten worden geüpload. Indien het niet voldoet, geeft het systeem een melding. De voorafgaande vrachtinformatie zou heel makkelijk kunnen worden toegevoegd als vereiste voor de import. Het systeem verbindt alle overheidsinstanties die te maken hebben met de importen en exporten. En alle documenten worden digitaal opgeslagen en verwerkt. Denkt u aan SBB voor hout, GMD voor mijnbouw, VKI voor vis, LVV voor groente en veeteelt. Met één oogopslag kun je zien waar knelpunten zijn bij de importen en exporten. En dat geeft je mogelijkheid om gericht beleid op los te laden. En dat is belangrijk voor beleid met betrekking tot efficiëntie en corruptiebestrijding. Het voordeel is dat alle documenten die worden ingediend via EZ, via de douane of zelfs online, moeten worden geüpload in het systeem. Het is nagenoeg niet mogelijk om te sjoemelen met de documenten, omdat een ieder die het uploadt en de tijdstip wordt gelogd. Als er wijzigingen komen in de documenten, dan zie je ook terug wie, wanneer en welke documenten zijn gewijzigd. Sang blijft pleiten voor SESW omdat het volgens hem van groot belang is in de strijd tegen corruptie. Er wordt gezegd dat er al een ASICUDA-systeem is, maar de SESW is veel meer en kan zowel met als zonder ASICUDA opereren, benadrukte Sang.